Yo guys, maak hier. Van harte welkom met deze nieuwe video. Vandaag, laat ik mijn, vandaag vertel ik jullie mijn top 5 van jeugdprogramma's dat ik vroeger keek als kind. Ik zal beginnen met nummer 5. Nummer 5 staat Kabouter Plop, want ik heb daar gekeken als kind en nu kijk ik dat nog altijd. Ik vind het leuk, grappig en de grapjes zijn ook hilarisch. Nummer 4 staat Hallo Katri. Ik kijk daar nu nog steeds elke ochtend omdat ik het kei leuk vind en grappig. En Jacques van Meer zegt, de laag is als maar Nummer 3 staat natuurlijk Mega Mindy, want ik keek die serie als kind en daar ben ik nog altijd zot van. De herhalingen komen wel nog op tv, maar ik vind het wel leuk. Nummer 2, Galaxy Park. Ik keek deze serie al met vrienden en we spelen altijd de speelplaats. Dus nu komt nummer 1. En op nummer 1 zei ik het al: het is Jabaloo. Shablu staat bij mij op nummer 1, omdat ik het een super leuke serie vind. Check out van part 2 komt eraan. Hey guys, Mike weer. Welkom bij deel 2 van mijn favoriete jeugdprogramma's. Dit wordt deze keer een top 10. Op 10 staat Wings Club, want ik kijk deze serie altijd met mijn beste vrienden. Ik wilde altijd een van de v's, zijn, of van specialisten, of van de tricks. Nummer 9 staat Totally Spies, want ik vond het een super coole serie. Echt, het gaf me Charlie's Angels vibes. Op nummer 8 zette ik honderden in de serie, want ik keek die serie altijd. En ik was zot van de design van Cruella de Ville. nummer 7 staat Kabouter Plop, of course. Op nummer 6 staat Hallo Katri. De... Op nummer 5 staat Mega Mindy. De... Op nummer 4 staat Galaxy Park. Op nummer 3 staat Jabaloo. Nummer 2 staat Kim Possible. Nummer 1 staat 16.